Dag kijkers, vandaag wil ik het hebben over ons logo. Want er zit meer in een logo dan men denkt. Logo. Laten we eens beginnen met het kleinste symbooltje, C&T. Het is een deel van het logo van C&T Productions, de organisatie achter het overpesten project. C&T Productions maakt producties om maatschappelijke problematiek en taboes bespreekbaar te maken. Wil je meer weten over C&T? Bekijk dan zeker even hun website. Het volgende is de Houten Kubus. In de betrokken theatervoorstelling Real or Not Real van dit project gebruiken wij houten kubussen als decor. De twee barsten in het hout wijzen erop dat zowel het slachtoffer als de pester meestal heel veel pijn hebben. Als we even kijken naar het volledige plaatje, dan zien we dat Fragile als een soort van stempel staat. Wat ervoor zorgt dat de houten kubus lijkt op een kist die verzonden wordt. Dit is ook de bedoeling, want met overpesten willen we niet alleen het thema bespreekbaar maken, we willen jou ook iets bezorgen waar je zelf mee aan de slag kan. Onder de stempel vind je een brug. We hebben bewust gekozen voor een hangbrug en geen stevige brug, omdat het niet altijd gemakkelijk is over dit thema te praten. Daarnaast toont het ook de dubbele betekenis van onze naam. Dit project gaat niet alleen over pesten, we willen jou ook helpen de brug over te steken en dus over pesten heen te geraken. Last but not least kan onze website en naam uiteraard niet ontbreken. Zo zie je maar... Logo. Logo. Vond je deze video interessant? Geef ons jouw like, deel het en abonneer voor meer nieuws over pesten. En zoals altijd, tot de volgende!